De man wil zijn Arische zaad doneren om zo tegenwicht te bieden aan het hoge geboortecijfer onder moslims. Een eis die door de vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp is ingewilligd en die niet op zichzelf staat. Dat gaat soms op seksuele geaardheid, burgerlijke staat, ras, huidskleur. Dat alles is gebaseerd op de overweging dat ook een donor een zelfbeschikkingsrecht heeft en behoudt. Ongeveer de helft van de donoren stelt strenge eisen, maar daarmee kunnen ze niet overal terecht. Zo werd de man met zijn rasseneis bij het AMC in Amsterdam weggestuurd. Bij de kliniek in Elsendorp dus niet. De grote beperking die eraan het gebruik van donormateriaal zit, maximaal 10 gezinnen. Dat kun je nou niet direct bevorderen van de ras noemen. In de kliniek in Elsendorp begrijpen ze dat de zaak voor ophef heeft gezorgd. Maar blijven ze achter hun besluit staan.